meisjes, jongens, dames, heren, kortom, hooggeëerd publiek. Ik kom jullie hier een verhaal vertellen. En dat doe ik met veel woorden en met prachtige muziek. Maar dat doe ik niet zonder mij hier voor te stellen. Ik ben Theodor, ik was ooit hoofdlakei op een kasteel. Een kasteel met koningen en koninginnen. Er gebeurde daar toch alle dagen zo ontzettend veel. Daarom zal ik er maar heel vlug aan beginnen. Laat ons in de tijd gaan reizen, net iets meer dan 100 jaar. Ja, u heeft gelijk, dat is best wel een poosje. Daarom zet ik voor u dit grote sprookjesboek al klaar. Het is het boek. Het is het boek.